loop hier op de Waalkade in Nijmegen en ik heb afgesproken met Wiepie. En ze heeft een heel bijzondere hulpvraag. Het is vrijdag en in Gelderland Helpt gaan wij zoals iedere vrijdag op zoek naar een maatje. Goedemorgen, Wiepie van Kuppenveld Smits uit Nijmegen. Wiepie. Hallo. Goh. Goedemorgen. Heb je het kunnen vinden waar ik altijd ben? Hallo. Daar. Hi. Hallo. Hallo. Gezellig. Kijk. Zolder komt je ook begroeten. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, zeker. Mooi plekje, hè? Zo bij de Waal. Ja, het is nu nog te doen, hè, om dat te doen. Vorige week was het koud, dus dat ging niet. Ik dacht, ja, ik moet toch even langs. Het is nou ook niet echt heel warm, hoor. Nee, dat klopt. Want ik dacht, ik moet toch maar mijn handschoenen aan doen. Maar ik dacht, doe ze toch... Maar even uitladen voor zo. Ja, je even bent heel plaatsen, hè? Ja, kom maar. Genoeg. Kom maar. Het is een grote vriend, hè? Zitten. Je maatje. Ja, dat is mijn maatje. En nu is het natuurlijk koud, want ze zit graag in het water. Ja. Dat is, ja, een Labrador Retriever. Maar ze weet met commando's. Ik mag niet, dan doet ze het niet. Ja. Dus je ziet hoe keurig. En je hond heeft veel met water? Ja. Maar jij ook? Ja, wat heb je dan met water? Nou, ik ben eigenlijk een schipperskind. Dat is wel heel bijzonder. Ja, en nu niet meer natuurlijk, maar ik kijk altijd graag naar het water. Je zat altijd op de boot? Altijd als je vader dan voer naar... Ja, mijn vader was zeg maar kapitein, schipper en de eigen boot, zeg maar, eigen schuit. Dus ik kan me dat allemaal nog goed herinneren. Ook bijvoorbeeld ijs. Ik had nog een foto kunnen vinden dat zeg maar, ik weet niet meer welk jaar, maar dat was ik als kind. En... toen zeg maar, was alles dichtgevroren. Je kon zeg maar, hier zie je dan de schepen. Ja. En dan bijvoorbeeld daar voer net dat schip, maar dat was ijs. En je kon op het ijs lopen. Het was zo raar. En dan keek je tegen de billen van het schip aan, zeg maar eigenlijk. Dus je werd het ijs opgeholpen? Ja, voor het eerst zeg maar. Van het schip af? Van het schip af en zo op het ijs. En toen had mijn moeder een sleetje kunnen kopen. En op dat sleetje hadden ze me vastgebonden. En dat is altijd bijgebleven. En dat was zo mooi. En deed mijn vader zwieren zo over het ijs. En ja, het was echt enorm. Mooi, hè, hier, hè? Ja, fantastisch, hè? Mooi uitzicht. Ja, Lambert. Zie je dat, Lambert? Hé, maar Wiepie, als je dan terugdenkt, hè? Als je dan op dat schip zat en je had dat fantastische ijs om je heen. Ja. Wat dacht je dan? Nou, heerlijk om dat te kunnen doen. Dat was echt een hele fijne middag. En daarna kregen we chocolademelk en dat was echt feest, ja. Dus, hey, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn als je dat nog een keertje weer zou kunnen doen, toch? Ja, vandaar dat ik Gelderland Helpt heb gevraagd. Maar ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Zou je het leuk vinden om gewoon te zeggen van weet je, we gaan dat doen vandaag? Nou, dat geloof ik niet. Ja. Echt waar? Dan gaan we toch samen lekker het ijs op? Nou, dat is fantastisch. Ja. Nou, geweldig. Gaan we dat regelen? Oh, wat super. Ik ben nu al razend benieuwd wat je ervan vindt. Oh, nou, ik sta echt perplex. Kom op.